dan stond de koets op een carousel. Dit zit allemaal op een carousel. Maar waar stond Cinderella dan ook op de carousel? Nee, Cinderella heb ik erbij gezet. Oh. En wie heeft Cinderella gemaakt? Ik. Dat is, gewoon een etalagepop. Maar wist ik altijd zo'n handige geweest? Dat weet ik niet. Ik kan wel stukken door, maar... Nee, omdat ik zei, van, ik ben hè, net aan het begin toen we hier binnenkwamen, van ik restaureer ook dingen. Ja, ik restaureer vooral, ja. Eigenlijk alles. Is er immers, destiekens, die iets vergelijkbaars heet als ik dit? Heb een identieke collega, verzamelaar, die zit in Ankeveen en die man heeft vroeger een schadebedrijf gehad. En die had ook zo'n... Ja. En die komt morgen toevallig op bezoek. Dat is allemaal toevallig, maar het is zo. Dix is een identieke collega, die liek ook spreken op dit. Nee, identiek wat betreft het verzamelen. Okay. Nee, gelukkig niet, dat wil ik die man niet aan doen. En de rest van de wereld. En de rest van de wereld, ja. Dat is al erg genoeg zo. Hey, maar is dit een. Als ze dit suus, hè, is dit de moeder aller mancaves? Dat zou de vader zijn. De vader aller mancaves? Ja, nee, dat denk ik niet. Ik ben er niet zo... Ja, ik weet niet. Maar ik verzamel, ik specialiseer me. Ik ben me steeds meer aan het specialiseren. Dus ik heb nou dat. Ik heb hier die motortjes. Die autootjes, daar heb ik al een boek van geschreven. Daar ben ik nog mijn tweede boek bezig. En dat is een oplage van 1400 en ze greep het mij uit de handen. Die was meteen uitgekocht. Ik heb er zelf van, ik ga even laten zien. En dan te bedenken dat Piet duidt het dus nu 45 jaar. Hij is al opa. En dan zit er... Kijk. Ik ben me aan het specialiseren. Oh, dit gaat over... Dat specifiek over auto's. Dit gaat alleen maar over dit bedrijf, ja. Alles wat ze gemaakt hebben, hoe het bedrijf ontstaan is. Hier zijn toevallig mijn drie kleinzonen. Nou, even de handtekening erin zetten. Maar er is nou een van die kleinzonen die gaat het helpen. Ja. Maar zit er een kleinzoon bij die net zo gek is van dit spul als dit? Hm. Weet je wat die de hele dag doen? Je hoeft er niet uit te leggen. Nee. Hier ben ik met de eigenaar. Met de laatste eigenaar. Oh, wacht, dat is de meneer de door ook ingeliefd aan de mooring. Ja. En dit is in het begin. Toen was hij er twee. Dat is in 44, nee, 45, net na de oorlog. En die man is in 11 gestorven. En die was niet getrouwd en die had verder niet zoveel. En toen had hij mij gevraagd. Of ik een lijkrede wilde houden in het crematorium. Een lijkrede? Een lijkrede. Dat is Belgisch, hè. Dat is gewoon de toespraak in het crematorium. Maar dat klinkt wat bizarig. Dus dat heb ik toen maar gedaan. Dan heb ik... Ja, ik wist heel veel. Dus ik zeg tegen mijn vrouw... Ja, ik ging zitten. Mijn vrouw zegt... Je hebt 18 minuten zitten kletsen, man. En de hele dienst duurde 25 minuten. Dus dan waren we 7 minuten buiten geweest. Ja. Dus dat is, en dan heb ik veel speel goed. Maar is dit nou, hoeveel tijd brengt de G door? Altijd. Ja, dan is dit toch die mancave. Ja, dat is het ook wel. Nee, niet, dat is een beetje onzin altijd. Ik zit ook wel naar Silent Witness gekeken of zo, maar... Maar hoe moeten we dat, omschrijf dat gevoel is als ze hier is, is dat die tweede hoeskamer? Ik heb 43 jaar gewerkt. En dan kwam ik s'avonds thuis en toen ging ik meteen een spijkerbroek aan en dan ging ik iets doen. En toen dacht ik, als ik daar met pensioen ben, dan ga ik daar de hele dag in zitten. En dat doe ik ook, want ik ben nou peert aan het restaureren. Ja, dat is gewoon heel veel werk. En dan zeggen ze, ja, maar dan is daar gebeurt het toch helemaal niet. En daar geef ik helemaal niks om. De peert had geen ogen, daar hadden ze gewoon knopen in gedaan. Dan heb ik net zo lang gezocht tot ik in Los Angeles een adres heb voor paardenogen glazen. Ja. Maar dus de weert, in geld uitgedrukt, is voor dich niet belangrijk? Onbeschikt belang. Ja? Ja. Ik heb veel liever bijvoorbeeld dat ik kan vertellen van deze, dat er maar één op de hele wereld is.
Ik probeer steeds, ik kan er maar 30 plaatsen. Dus door zijn er 68 van gemak van dat kevertje. 64. 64, ja. Excuseer. En hier één. Hier één. Er is er ook maar één van gemak. Waarom maar één? Een speciale bestelling geweest. Want die zijn normaal zijn die vier, met vier sturen. Maar ze vragen wel eens aan mij, kunnen die dingen rijden? Ik zeg, heb je wel eens een auto gezien met vier sturen? Dus dat kan niet. Dus die staan gewoon stil. Die kunnen alleen maar één ding stilstaan. Ja, en rondjes draaien. En rondjes draaien, ja. En afzien. En maar die man die wil een speciaal met één bankje hebben. Met twee stuurtjes. Nou, dan had hij dan, mama, als iets, zeg maar één kort, dan moet het qua verhouding moet hem ook smaller maken. Dus het is ook veel smaller dan deze. En die hier, die de cover siert van het boek. Dat is ook maar één van hem. Subliem. Dit is... En ken je Jay Leno? Jay Leno. Jay Leno wil die hebben. De talkshow host en petrolhead, hè, want dat is ook in een autogang. Maar Jay Leno die had nee, maar even serieus. Had Jay Leno zich bij die gemeld? Nee. Oh. Nee, die heeft iemand in Europa zitten die zijn voelspritten voor hem heeft. Van zoek mij leuk en die was hier. En toen zei hij, die wil, als ik een foto stuur, wil hij hem hebben. Ik zei, dan stuur maar geen foto. Want die doe ik niet weg. Dacht en waarom doet ze dit niet weg? Ja, dat is het hart van de hobby. Het hart, oh ja. Ja. Sommige dingen doen het gewoon niet weg, dat kan niet. Maar dit is toch een... Want WHT gemak, heet die meneer Kind? Nee, dat is allemaal van autopeden dit. Oh, dit is ook autopeden, ja. Oké. Okay. Dit is bijvoorbeeld een autopeden, zal ik even laten zien, wat eigenlijk hobby is. Kijk, die heb ik gekocht, vorig jaar, toen zag die er zo uit. Deze? Ja. Jezus. En dat heeft zich allemaal zelf gedaan? Nee, en als ik niet kan, dan heb ik vriendjes. Bijvoorbeeld de spuiter, dat laat ik gewoon in de garage doen. Dat is gewoon een garagebedrijf doen. Want als je hele dure attribuutjes hebt en dan gaan ze zelf een beetje op zitten knoeien, dan zijn ze niks meer waard. Hè. Dus dat doet. Als we even terug naar de, hè. Ja. Het vliegtuigje, hè. En maar dit er langs in het babyblauw is zeker. KLM blauw, hè? KLM blauw. KLM blauw. Protsen dan over de mensen die dit maakten, hè? Protsen dan over ambachtsmensen of protsen over kunstenaars? Tussenin. Dit is industriële kunst. Dat is geen kunst, dat is heel breed begrip natuurlijk, maar industriële kunst, dat is dit. Daar zijn we heel gauw over klaar. En die man die ontwierp zelf alles, dat is hij daar, de oude Karel. En die werd heel sterk beïnvloed door de Amerikaanse ruimtevaartindustrie, luchtvaart. En auto-industrie. En nooit in Amerika geweest. Maar die was allemaal. Die had blaadjes uit Amerika. Dat hadden ze toen, ja, 40, 50 en net nog. Ja, en toen wordt er echt in die auto's gebouwd. Huwel, pompeus en die ronde vormen. Ja. Veel groen. Ja, heel veel groen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld het neusje van dat. Ja, het is niet echt een vliegtuigje, het is een soort van. Het is een staaljager. Bijvoorbeeld een wat? Een? Een staaljager. Maar daarboven is een space scooter. Die kunnen helemaal niet vliegen. Een space scooter? Helemaal bovenin. Daar gaan ze boven. Ja. Maar dit is, als je kijkt naar de achterkant van de space scooter, daar gaan ze boven. Het heet wel een beetje Cadillac-achtig iets. Oh, ja. En als ik naar het neusje van de straaljager kijk, dan denk ik van een beetje Studebaker. Ja, 1951 al, hè? Ja, want die hadden ook die... Ja, één jaar heb ik gehad, ja. Nou, dan heb ik hier. Het is wel een miniatuurverzameling. Die is gebouwd door meneer de Gruil uit Gouda. Die heeft er zijn hele leven aan gebouwd. Toen is hij gestorven en had die dochter van hem, die had dat geschonken aan het Kunkelsmuseum in Haarlem. Dat is een draaijorgenmuseum. En die hebben het 7 jaar op de zolder gehad, dat je een hond die het in elkaar kon zetten. Hè. En dat heeft hij teruggehaald. En toen kwamen ze mij op het spoor, heb ik het gekregen. En dus dit heeft staat allemaal in elkaar gezet? Ja. Ja, dat doet ze ook niet even een week, hè? Nee, 3 maanden. Iedere ochtend.
En toen heb ik het ene keer uitgeruild gehad aan een expositie hier in de buurt. En toen kreeg ik het allemaal zo terug. Alles naar de Filistijnen. Alles kapot. Maar is dat, hebben ze dat demonstratief door zo neergezet? Ja, zo van... dat ik het nou zo kan vertellen. Zo gaan mensen met alles, de spullen van alle mensen dan. Ik neem aan dat dat hier toch wel regelmatig rondleidingjes door dit kleintjes, gedoen weer. Kleintjes. Kleintjes. Ja. Maar is dat dan ook die lust en die leven? Ja, dat doe ik heel graag, want zoals gemerkt, een lullig jaar, dus... Nee, ik vind het gewoon... want ik ben ook sinds een jaar of 12, 13 secretaris van de Stichting Kermiscultuur in Nederland. En wij doen van alles, maar... core business bij ons is foto's digitaliseren, dus bij elkaar brengen. En we hebben nu 330.000 foto's. Maar even... terug naar de actualiteit, dus van de jaren 40, 50, 60 naar de actualiteit van nu. Ja. Als secretaris van die kermisvereniging moet het zich dan toch ook wel onnoemelijk aan het hart gaan dat de kermisexploitanten nu zo met, en die hebben het als woord, de kermis hebben het als woord. Maar goed, moet ik voorstellen, er zijn mensen bij, die hebben jeugd 25 jaar, die hebben een achtbaan gekocht, of 3 miljoen. En die hebben een ander aflossingssysteem dan gewoon met een auto. Die lossen in de zomer af wanneer de centen binnenkomen. Ja. En 's winters ligt er plaat. Ja, doen ze onderhoud en zo, hè? Ja. Dus die hebben aflossingen van 50, 60, 70.000 euro per maand. Ja, die hebben niks. En hoe werkt dat dan in de kermisbranche als die niet kan ze aflossen? Wordt er dan beslag gelegd op die nachtbaan? Ik denk, nou in dit geval is het allemaal een beetje flexibeler gezien. Maar, plausibel. Maar dan zien, om een lang verhaal kort te maken, dan zien veel kermisexploitanten die slecht slopen dan. Ja, kiepers dan. Dan hebben ze één groot voordeel, ze hebben allemaal een oliebol komen.